Wat is volgens jou de ziel van Pendrecht? De mensen die hier wonen. Ja, maar wat maakt die mensen bijzonder? De saamhorigheid hier in Pendrecht. Ja, dat vind je echt? Ja. Ja? Ja. Kijk, dat is kijk nou naar dan... Mimoen. Ik ken heel goed met haar opschieten. Dat is ook iemand uit onze wijk. Ja. Oké. Trima kasi. En dat ga je niet op dingen zetten? Jawel, dat komt op YouTube. Adoe, adoe. Hij had het al over jou, Mimoen. Ja. Hallo. Ben jij het met Ruud eens? Ja. Ja? Ja. En wat maakt mensen in Pendrecht zo bijzonder? Wat is speciaal aan hun samen met elkaar omgaan? Vriendelijke mensen. Vriendelijke mensen. Ja, nou praat je Ruud na. Dat ze allemaal bezig zijn hier in Pendrecht. Ja. Iedereen is met andere dingen bezig. Eén met ouderen, één met jongeren, één in de wijk, één maakt contact met de buren. Dat iedereen toch op zijn gevoel, op zijn manier bezig is. En dat die goed bezig zijn. Oké. Okay. En jij wandelt ook met mensen? Ja, ik wandel ook. En dan zie je ook veel mensen uit Pendrecht? Ja. En valt je dan ook wat op of niet? Ja. Dat ze allemaal gezond willen leven. Iets met hun leven willen doen. Als ik in Zuidpark ben, dan zie ik toch dat ze van de natuur genieten. En dat ze het heel echt van genieten en dat ze het belangrijk vinden. Eigenlijk dat wij allemaal hetzelfde zijn. Alleen merken wij niet van elkaar, maar dat wij allemaal willen dat het goed gaat in Pendrecht. Dat wij met elkaar samen bij elkaar komen. Dat wij nu zoals nu koffie drinken met elkaar en iets doen. En dan merk je dat iedereen dat wil. Alleen het is heel moeilijk om dat samen bij elkaar te halen. Maar ik merk dat wel, dat iedereen toch iets wil doen in de Pendrecht. En met verschillende, met vrouwen of met kinderen of met ouderen. Shukran. Alsjeblieft.